Gegroet, vrienden van Varok. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Old School RuneScape. Gezelligheid. We beginnen vandaag weer lekker met een lootbox. Ik heb weer een easy clue scroll gedaan. Een steel pickaxe, 44 earth runes en 5 chaos runes. Daar hebben ze een speciaal woord voor. Troep! Iedere aflevering heb ik een andere outfit. Vandaag heb ik een prachtig mooi skelettenpak aan. Er was namelijk een speciaal Halloween event. Dat was, begon een paar dagen voor Halloween en eindigde een paar dagen na Halloween. En als je dat evenement doet, krijg je ook alle speciale Halloween items van alle afgelopen jaren. Voorheen wilde je echt ieder jaar dat evenement spelen. Vroeger had je ik heb bijvoorbeeld nog de paasei cape uit 2006. Als je nu in de game gaat, zeggen mensen: wow, jij speelde in 2006, was je met Pasen die specifieke quest aan het doen. Nu krijg je gewoon in oldschool gewoon alle vorige jaren er ook bij. Dus dat hele speciale randje is er vanaf. Het is in ieder geval wel een grappige outfit als je toch iedere keer wat anders wil dragen. Voor de rest heb ik voornamelijk mijn magic heel veel getraind. Ik wilde gewoon heel graag eventjes... Ik wil momenteel 55 magic. Dan kan je high alchemy doen. Dan kan je echt een beetje geld gaan verdienen. Ik heb momenteel 60 woodcutting. En ik wil even graag een hoge fletching. Dan kan ik zelf jewbows maken. Die high algen. En dan hebben we echt veel geld op dit account. Ik zit toch in een soort continue staat van... zeer blut zijn... voornamelijk. Voor de rest, ik was dus bezig met magic trainen op de Fire Giants, zoals ik de vorige aflevering niet zie. En ik wil daar een Rune Scimitar halen. De kans is 1 op 102. Dus eigenlijk, als je 102 Fire Giants vermoordt, heb je waarschijnlijk 1 Rune Scimitar. Nou, ik heb er denk ik 400 vermoord. Ik heb niet 1 Rune Scimitar. Ik heb geen Rune Scimitar. Maar ik heb wel een Dragon Spear gekregen. Deze dingen zijn uitermate zeldzaam. Ik ben nog steeds trouwens voor katten aan het zorgen voor die gratis death runes natuurlijk. Die dingen zijn uitermate zeldzaam. Ze zijn niet heel veel geld waard. Maar als Iron Man is het pittig moeilijk om deze te krijgen. Die komt van de rare drop table. Je hebt 60 attack nodig om hem te dragen. Heb ik dan weer jammer genoeg niet. Dus misschien weer wat voor later. Ik kan hem ook high algen zo meteen. Dan krijg je 30k. Die dingen hebben nog best wel een hoge high alg waarde. Voor de rest wil ik graag voor een aantal quests een beetje mijn crafting gaan trainen. Dus ik ga dat eventjes doen door middel van glas blazen. Moet je even wat soda ash en buckets of sand meenemen en daarmee naar een oven lopen. Ik heb het nooit gedaan, maar deze dingen kun je redelijk goedkoop inkopen bij die charterschepen. En dan gewoon meteen weer dumpen voor een flinke som geld. Precies. Dus deze video leek het me leuk om weer eens een beetje niet te praten over feitjes. Vind je echt bij de game passen. Maar meer gewoon een beetje over willekeurige bullshit te lullen. Ik denk, weet je wat, vandaag hebben wij het over films. Misschien is dat een keer leuk om te bespreken. Wat voor films kijken jullie graag? Wat voor films kijk ik graag? De laatste tijd kijk ik voornamelijk gewoon heel veel Disney films. Billy houdt van Disney. Ik kijk graag samen met andere mensen een film. Om een of andere reden ben ik een zeer mannelijke man. Heb ik zeer zeker de broek aan in deze relatie. Maar als het gaat om films kijken, kijken we gewoon altijd wat Billy wil. En het liefst kijk ik dan een film die we allebei niet gezien hebben. Een soort van, kunnen we allebei een eerste indruk krijgen van een film? Als ik kan kiezen tussen een film kijken die ik al 10 keer gezien heb en een nieuwe film, gaat mijn voorkeur uit naar een nieuwe film. Kunnen we wat ontdekken. Dus Billy zegt ook heel vaak van, ik heb deze film ook nog niet gezien, laten we die kijken. En dan halverwege zegt ze iets over de film, waardoor ik erachter kom dat ze heeft de film wel al gewoon gezien. En is gewoon glashard aan het liegen. Zo kijken we ongeveer de helft van onze films. We hebben dus laatst, vorige week ergens Aladdin gekeken. Vond ik erg leuk. Echt zo'n Disney-klassieker die ik gewoon nooit gezien heb. Ik heb bijvoorbeeld wel weer Tarzan en Jungle Book. Ik heb voor mij de eerste Lion King half gezien. Ik ben echt verschrikkelijk. Ik heb zoveel echt zuiver, zwaar, iconische films nooit gezien. Daar moet je niet te stoer mee doen. Ik geloof dat een beetje. Ik heb nog nooit Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter gezien. Is een beetje in het nieuwe, ik ben vegan, weet je wel. Als iemand tegen mij zegt, ik heb nooit Harry Potter gezien, dan denk ik van, waarom niet? Het is best tof. Ga het kijken. En dat hebben mensen waarschijnlijk ook als ik zeg, ik heb nog nooit echt een Star Wars film gezien. Ik heb alle Lord of the Rings films gezien toen ik 11 was of zo. Ik heb de derde nog wel een paar keer gezien, maar ik heb ook nooit echt goed Lord of the Rings gekeken. Als in, ik ken Frodo, ik ken Sam, ik ken Gandalf. Wie de fuck zijn al die andere mensen? Sorry. Het spijt me echt op een heel hoog niveau, maar ik heb gewoon vrij weinig tijd en ik heb ook niet heel vaak zin om met mijn eentje films te kijken. Ze duren zo lang. Ik had een periode dat ik iedere dag naar de Universiteit van Amsterdam ging en dat is gewoon echt, in totaal zeker zo'n 2,5 uur in het OV. Dat ik gewoon standaard mijn laptop bij me had. Dan download ik films op de wifi van de universiteit.
ging ik gewoon in de trein films kijken. En dat was best wel vet. Dat was best wel lit. Alleen ja, toen op een gegeven moment werd ik verbannen van de wifi van de universiteit. Omdat ze toch wel zagen dat ik zo'n beetje eigenhandig alle internet naar me toe aan het trekken was. Toen werd ik op een gegeven moment verbannen. Toen moest ik naar de systeembeheerder toe met, hé, ik kan er niet op. Heb je gedownload? Nee. Toen kon ik er weer op. Was hartstikke fijn. Ik denk, ja, laat ik stop met films downloaden. Want het is ook best wel belangrijk voor mijn onderzoek en zo. Dat ik gewoon een internetverbinding heb. Dus toch. Wat we dus nu kunnen doen is, we maken eerst iedere keer dit molten glass. En van dit molten glass kan je volgens met een glassblowing pipe ook weer dingen maken. En op die manier, ik had gewoon berekend, ik moet iets van 400, 500 molten glass maken. Het irritante hieraan is voornamelijk gewoon die buckets halen. Je moet iedere keer naar een winkel lopen. Die verkopen er 10 van beide, moet je weer van wereld wisselen. Soms zijn andere mensen ook bezig, zijn die winkels iedere keer leeg. Dat is echt een bitch. Dat is heel irritant. Even kijken, ik heb een glassblowing pipe, precies. Pak je zo die molten glass. We moeten even blazen wat het dichtste bij ons level zit. Ik denk dat wij fishballs niet kunnen maken. Oh wel. Nee. You need 42 crafting to make a fishball. Dan kunnen we vials maken. Dit voelt redelijk kansloos om losse vials te maken. Aangezien die dingen zijn echt 1 coin per stuk waard. Dit is dat ik gewoon geld weggooien. Maar dat is wel vaker hoe je in deze game skills traint. Gooi gewoon heel veel geld weg. Dan kom je er vanzelf wel. Ik heb afgelopen weekend Nightmare Before Christmas gezien. Ook echt zo'n iconische Disney film. Ik vond de film super leuk. Ik luister echt momenteel iedere dag de liedjes. En er is ook een album, heet Nightmare Revisited. En dat is allemaal verschillende metal bands die covers doen van de liedjes uit de film. Onder andere Korn. Niet alleen metal, het is ook Marilyn Manson en Rise Against, dat wat meer punk is. En Fall Out Boy. Het is best wel vet dat ze die nummers coveren. Ze worden er best wel episch van. Ik vond de film qua verhaallijn eigenlijk echt nergens op slaan uiteindelijk. Vooral het einde is een beetje afgeraffeld, maar het hele verhaal op zich is sowieso best wel vet. Vroeger hield ik echt gigantisch erg, echt op een ongezond niveau erg, van de Scary Movie films. Voor de mensen die niet bekend zijn met Scary Movie, vandaag de dag maken ze die dingen niet meer. Het was een soort grap naar alle horrorfilms. Dus dat is zeg maar, als je 10 horrorfilms pakt, dan in elkaar pompt en daar dan zeg maar een parodie op maakt. Dus het was een parodie op Scream. Tegelijkertijd was het ook een parodie op een heleboel andere meuk. Saul zit erin. En Alien vs. Predator. Echt alles wordt samengeknald. Samen met eigenlijk een heleboel seksgrappen. Net zoals American Pie. Dat is eigenlijk ook gewoon. Ik heb laatst voor de grap weer een American Pie film gekeken. Het is echt heel knap dat je een hele film kan vullen met alleen maar grappen over neuken. Ik vind dat redelijk knap. En dat is eigenlijk ook een beetje Scary Movie. Op een gegeven moment was het dus Scary Movie 5. Ik geloof dat ik vond Scary Movie 1, 3 en 4 oprecht heel leuk. Ik heb die film, ik heb denk 3 of 4, één van de twee. Die ene die over Saul gaat, heb ik als kind echt zo vaak gezien. Alleen toen kwam dus Scary Movie 5 uit. Redelijk recent, ik heb hem gekeken. Ik kon wel janken. Wat een kutfilm. Dus ik twijfel nou een beetje of deze grappen die alleen maar gaan haha, piemels, piemels, piemels. Of ik daar gewoon boven gegroeid ben. Of dat de 5e Scary Movie film gewoon bijzonder kut was. Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden. Om het te hebben over horrorfilms. Ik heb niet zo heel veel met horrorfilms. Ik heb niet zoiets van, oh, laat ik mezelf vrijwillig bang gaan maken. Daar ben ik dol op, mezelf lekker bang maken. Niet per se. De enige film die ik echt heel tof vind daarin zijn de Saw films. Ik vind het toffe aan de Saw films is dat mensen worden iedere keer in opdrachten geplaatst. Waar het is, ah, snij je oogbal eruit binnen 3 minuten of je gaat dood. En het ding is, je weet nooit of ze het gaan halen. Dat is heel tof. De helft van de mensen snijden die oogbal eruit. De andere mensen gaan eerst 1 minuut janken. Oh nee, mijn oogbal. En dan beginnen ze wat met snijden. Zijn ze net te laat. Daar komt het ongeveer altijd op neer. Wat voor de rest heel fijn is trouwens in de game is, ik heb eindelijk een beetje normaal functionerende teleports. Hoera! Je hebt dus sowieso vanaf mijn magie level kan ik nu een beetje alle kanten op teleporteren. Maar er zijn 2 items. Normaal gesproken koop je deze dingen gewoon in de game. Maar als Iron Man kan je niet kopen, dus moet je ze zelf maken. Dat zijn namelijk de Dueling Ring. Waarmee je makkelijk naar de Elkarit Duel Arena en Castle Wars kan teleporteren. Daar is een bank meteen echt naast. Je teleporteert meteen naar een bank toe. En je kan een Games Necklace maken waar je ook een aantal plekjes echt heel snel heen kan die anders echt aars te bereiken zijn. Die maak je dus eigenlijk door zelf wat van die edelstenen te verzamelen. Die krijg je voornamelijk van mining en af en toe van random events. Die kom je gewoon vanzelf af en toe wel een keertje tegen als je geluk hebt. Die edelstenen verzamel je. Vanavond heb je wat gold nodig. Ik heb niet zoveel gold bars. Dus voornamelijk gewoon heel ideaal handig als je gewoon zelf een beetje 40 mining hebt. En het gewoon even zelf kan minen ofzo. Flikker je die gold eventjes lekker op die furnace. Jeesh.
En dan kan je er met een ring mold en een necklace mold kan je er shit mee doen. Je wil voornamelijk van de sapphires wil je eigenlijk allemaal necklaces maken. Dat wordt de games necklace die ik ook om heb. En van de emeralds wil je rings maken. Misschien dat ik één sapphire ring maak. Dat is namelijk een ring die heet de Ring of Recoil. Wat inhoudt dat als iemand jou damage doet, dan nemen zij ook weer een klein beetje damage. En als je niet zo sterk bent en je bent bossfights aan het doen, is het heel chill. Iedere keer als jij schade neemt, de vijand ook schade neemt, neem je gewoon heel veel eten mee. Dan kom je dat gevecht wel door. Er is vooral zo meteen een quest waar ik je moet verslaan met mijn vuisten en die is best sterk. En hij slaat jou de hele tijd één. En als jij dan door middel van die ring, ik geloof als ze jou raken, sla je standaard één terug. En anders als echt 10, vanaf mij is het 10% van wat ze doen, sla je terug. Maar als ze je überhaupt raken, slaan ze sowieso. Als iemand telkens één slaat, sla je automatisch één terug. Puur door alleen al vanwege die ring. Even kijken, wat je dan moet doen is waarschijnlijk deze gebruiken. Het eerste heb je is gaan we meteen twee ruby rings maken, of emerald rings. Twee stuks daarvan, hartstikke mooi. Kachin. Kachin geeft ook nog eens lekkere, heerlijke crafting XP. Laten we dan 5 sapphire necklaces maken. Dan kan je in principe echt wel eventjes door als je 5 van deze necklaces hebt. Ze hebben dus wel charges. Na 8 keer gebruik gaan ze kapot. Nou, dan kan je dus 80 keer teleporteren. En dat is... Nee, dat is niet waar. Dat is 40 keer teleporteren. Ik haat het zo erg als ik dit soort fouten maak. En dan pas achteraf, als de video online staat, dat iedereen exact hetzelfde reageert met... Ah! Ah! Echt kut. Jullie zijn verschrikkelijk. Maar ik mag jullie voor de rest wel even kijken. We gaan even heel gauw een quest afmaken waar ik mee bezig was. Er is namelijk een quest die heet de Holy Grail. En het hele idee van de Holy Grail quest is dat je de Heilige Graal moet vinden. Nou, 3 keer raden wat ik even heel toevallig in mijn bank heb liggen. Het is de Holy Grail. Deze quest geeft gigantisch veel prayer XP. Je wil eigenlijk even heel snel in deze game level 43 prayer hebben. Voor Protect Melee. En één manier om dat te doen is gewoon even heel gauw de Holy Grail quest doen. Had ik al een paar dagen geleden gedaan. Maar ik vind dat leuk om zoveel mogelijk dingen te laten zien in zo'n RuneScape video. En niet alleen maar alle kanten op te rennen. Voor de rest natuurlijk is de grote vraag een beetje, wat is je favoriete film? Ik vind het altijd heel moeilijk. Net zoals, wat is je favoriete game? Er zijn zoveel verschillende filmgenres, dat ik het heel moeilijk vind. Ik vind het heel moeilijk om Monsters & Co, een van mijn favoriete Disney films, te vergelijken. Yes. Oh, nou wat defense levels. Ik heb 7 defense levels erbij in één keer. Potverdikke me. Fucking chill. Ik heb dus al 40 attacks, zodat als ik eenmaal die Rune Scimitar drop krijg van die Fire Giants, dat ik hem daadwerkelijk kan gebruiken. En in de tussentijd blijf ik maar gewoon Fire Giants doodmaken. Ja, een beetje geld verdienen, een beetje runes kopen, Fire Giants killen. Ik ga die Rune Scimitar krijgen en tot die tijd ga ik geen monsters vermoorden. Vind ik gewoon zonde van mijn tijd. Alhoewel, ik heb even één monster gaan vermoorden. Die beneden is een eenhoorn. Ik wil graag één hoorn. Ik ben momenteel een beetje aan het voorbereiden op Heroes Quest. Er zijn redelijk al wat hoger end quests in de game. Alleen die moet je doen samen met een partner. En die wou ik met Jur doen. Dus ik moest geloof ik 50 mining hebben. 52 fishing, 52 cooking. Fishing kun je heel goed AFK doen. Dat je gewoon lekker een boek aan het lezen bent. En tegelijkertijd een beetje aan het vissen bent. Zet je gewoon je geluid aan. Dan hoor je wanneer je mannetje stopt met vissen. En dan klik je gewoon even 20 keer opnieuw. Af en toe geef je wat vis aan je kitten. Groei die ding ook meteen. Ik heb echt iedere dag bij zo'n kitten groot. Zo'n kitten moet 3 uur achter je aanlopen voordat het een volwassen kat wordt. Nou, dat doe ik eigenlijk gewoon 1 keer per dag momenteel. Dat is ook wel hoeveel ik speel momenteel. Dat staat meestal gewoon standaard op de achtergrond aan. Op mobiel dan ook meestal wel. Is wat chill. Even kijken, welke films zijn er meer interessant? Er zijn een heleboel films die ik graag wil kijken, maar niet kijk vanwege de boeken. Het is altijd een beetje zo'n nerd ding van, oh, de boeken zijn beter. Alleen, ik heb dan heel veel films dat ik denk van, ja, shit, ik wil eigenlijk... Oh, Unicorn Bone, die heb ik nodig voor de Rag & Bone Man quest. Komt goed uit. Ik wist niet dat ik die nodig had eigenlijk. Het is een quest waarvan een man zegt, hey, kun je voor mij een heleboel botten van dieren verzamelen? Dus, okay, ik wil 1 bot van dit dier, 1 bot van dit dier. Ik krijg gewoon een hele waslijst mee. En daarbij moest je ook een eenhoorn vermoorden. Nou, prima, dan banken we die alvast. Als ik gewoon lang genoeg door de game heen ren, vind ik al die botten per ongeluk een keer, breng ik ze even terug. Deze unicorn horns heb je nodig voor Herblore. Het enige wat ik nog nodig heb voordat ik die Heroes Quest kan doen is level 25 Herblore. Wat gewoon kut is, want hoe kom je aan herbs? Ja, ik ben heel veel farming aan het doen momenteel. Dan ook ondertussen 36 farming. Gaat best wel lekker. Doe redelijk veel pickpocketing. Sowieso zie je dat best wel veel van mijn skills al boven de 50 aan het gaan zijn. Ik heb 50 magic, 50 farming, 50 cooking. Ik vind in principe dat mijn account best lekker gaat. Vooral die level 1 ranged vind ik ondertussen gewoon iconic. Je kan voor mij gewoon vanaf level 1 ranged meteen je cannon gebruiken. Dat is een kanon met die kanonskogels die je van steel maakt. Alleen het kanon kopen is gewoon heel duur. Ik geloof dat het kanon kopen gaat me 800.000 coins kosten. Ik ga denk ik gewoon eerst 800.000 coins bij elkaar sparen. Als ik eenmaal high alchemy heb en een beetje hoge fletching, moet dat redelijk snel gaan. Koop ik een kanon en dan pas begin ik met ranged trainen. Dan gaat het in één keer knijterhard. Ik heb alvast 600 cannonballs klaar liggen in ieder geval.
Wat ik nu even heel gauw ga doen, is even een klein beetje Herblord trainen. We moeten 25 halen, even kijken hoe ver we komen. We hebben een Pestle en Mortar. Heb ik dat niet? Oh nee, dat is problematisch. Je hebt zo'n mortier en vijzel, daarmee kan je poedertjes maken. Ik heb een paar van die unicorn horns banked. Deze dingen, die kun je verpoederen, kun je drankje van maken. Maar dat gaat dus even niet. Dan maak ik weer eens even gauw een aantal attack potions. Dus Guam en Eye of Newt. Hartstikke mooi, flikkeren we die zo even bij elkaar. Dit geeft niet heel veel experience, maar hey, het is wat. Ik denk alsnog dat ik genoeg spullen heb op mijn bank. Ik moet alleen even heel, echt een stuk of 50 eenhoorns gaan vermoorden. Wat gewoon één hoorn enorm veel tijd kost. Precies. Voor de rest vind ik Disney films, om nog even daarop terug te komen, altijd best wel tof. Het enige wat zo jammer is, is natuurlijk, ze zijn voor kinderen gemaakt. Alleen ik merk altijd gewoon heel erg dat ze zijn zo voorspelbaar. Je moet gewoon een beetje denken, welk persoon is echt verdacht aardig? Bad guy. Dat is ongeveer hoe het werkt. En soms is het gewoon, welk persoon is een daadwerkelijke lul? The bad guy. Welk persoon heeft een Brits accent? Bad guy. Dat is een ding. Dat meestal, is de persoon met een Brits accent de bad guy? Want dan lijken ze meer evil. Dan klinken ze heel intelligent en sinister. En I've been expecting you, Mr. Bond. Alhoewel, ja, in de Bondfilms is iedereen Brits. Dat dan weer even terzijde. Ik ben ook echt een tijdje keihard fan geweest van alle James Bond films. Geen idee waarom eigenlijk, nu ik erop terugkijk. Ik vond ze gewoon wel vet. Dat is denk ik... Ja, wat vond je van de... Van James Bond? Ja, ik vind ze wel vet. Ja, dat is zeer zeker waar. Even een paar van deze dingen maken. Wat Limpet Roots. Ik weet ook even zo acht van... Misschien dat dit nog een klein leveltje is. Voor de rest moet ik even een heleboel van die eenhoornhorns gaan fixen. Is gewoon een bitch. Dit gaat echt net niet lukken nu. Succes met je reis en stage. Iedereen in de chat is in ieder geval heel aardig voor elkaar. Maar er zijn dus een aantal films, daar had ik het net eerst over. Ik praat met alle onderwerpen een beetje door elkaar heen momenteel. Laten we even gaan een rondje agility gaan doen. Even een klein beetje vis meenemen. Ik heb echt meer dan 1000 lobsters momenteel. Je kan via andere programma's zien hoeveel geld je hebt. Zijn maar alle spullen bij elkaar, hoeveel het waard is. Ik denk dat het nog best wel veel waard is. Puur, ik heb een heleboel cannonballs. Ik heb iets van 1k lobsters. Ik weet niet wat die dingen nu per stuk waard zijn. Ik voer mijn kat meestal kreeft, gewoon puur omdat het kan. Oh, dat is al 200.000 bij elkaar. Ik denk dat mijn bank iets van 1 miljoen bij elkaar is. Het is niet heel veel, maar voor het feit dat ik het allemaal zelf verdiend heb. Zelf made miljonair. Kan niet klagen, zeer zeker niet. Lekker deze kant op, zijn we weer hier. Oh, je bent de aflevering helemaal niet begonnen. Dat is waar ook, laat dan maar. Er zijn dus een redelijk aantal films waarvan ik denk, ja, je hoort vaak het boek is beter. En ik wil eigenlijk, ik heb het boek gewoon letterlijk liggen. En het voelt zo zonde om de film te kijken. Dan wil ik het boek eigenlijk niet meer lezen, want dan weet ik al hoe het boek afloopt. Ja, de film kijken is maar 2,5 uur max. Alleen het boek lezen, daar ben je echt lang mee bezig. Dus ik heb liever dat de boekervaring goed is dan de filmervaring. Dus er zijn zoveel films die echt als The Green Mile en The Shawshank Redemption zijn echt twee films waarvan mensen echt zeggen, dit zijn echt de beste films ooit. Begin ik langzaam aan te twijfelen of er van Shawshank Redemption eigenlijk wel een boek is. The Green Mile is sowieso een boek, want hij ligt hier achter me. De Groene Mijl, heet hij in het Nederlands, is een Stephen King boek. Sowieso een redelijk aantal van de films gebaseerd op Stephen King boeken zijn fantastisch. Als je nog een keer een goede, iets wat oudere film zoekt, Misery is erg tof. Het gaat over een schrijver die een auto-ongeluk krijgt en gevonden wordt. Ik ga niet voor de rest spoilen, het is gewoon even het algemene plot. Hij heeft een auto-ongeluk in het midden van de berg, in the middle of nowhere. Hij denkt, oké, ik ga sterven in deze auto met mijn gebroken benen. Maar nee, hij wordt gered door zijn grootste fan. Die compleet met hem geobsedeerd is en hem eigenlijk gevangen houdt en hem verslaafd krijgt aan pijnstillers. Het is een heel interessant verhaal, al zeg ik het zelf. Ik moet momenteel gewoon echt even mijn agility trainen, maar ik wil niet, want shit is fucking saai. Beetje rondjes rennen, je kan niet lekker tegelijkertijd andere dingen doen. Dit zijn van die dingen, toen ik vroeger heel veel RuneScape speelde, toen keek ik veel films. Gewoon de hele tijd dit soort dingen. Je moet een beetje opletten, je moet gewoon eens in de 5 seconden klikken. Hé, dan kan ik best in die andere 4,5 seconden. Ik bedoel, het klikken is een halve seconde werk. Kan ik de andere 4,5 seconden gewoon een film kijken. Dat is best wel chill. Dat maakt het wel een stuk leuker voor jezelf, dit soort dingen. Ik denk wel eens firemaking. Dan moet je echt iedere halve seconde klikken. Je bent gewoon continu aan het klikken. Hoe sneller je klikt, hoe sneller het gaat. Dus dan wil je geen film kijken. Maar dan zet ik altijd gewoon keiharde metal op. En ging gewoon fuck je. Gewoon echt urenlang achter elkaar doorklikken. Rachel op die knoppen. Ja, dat waren verschrikkelijke tijden als ik eraan terugdenk. Ik vond The Shining, heb ik ook gezien. Ook natuurlijk een film gebaseerd op een Stephen King boek. Vond ik dan echt weer geen ene bal aan. Stephen King vond zelf ook zo'n, hoef je niet te zien. Mijn favoriete film is in ieder geval, meestal als mensen me vragen wat mijn favoriete film is, zeg ik Django Unchained.
Django Unchained is. Sowieso ben ik erg groot fan van Tarantino, hoe hij zijn films maakt. Hij heeft al een soort grapjes, soort easter eggs erin. Bijna iedere film heeft een, wat ze noemen een Mexican standoff. Dat je drie mensen hebt en dat ze allemaal zo'n pistool op elkaar schieten. Iedere keer hebben ze films dat. Alleen ja, er gebeurt nooit wat in de Mexican standoff. Het is nooit dat één persoon schiet. Sowieso nooit. Als twee mensen met een pistool op elkaar gericht staan. Ze schieten nooit. Dus ik ben benieuwd als je in deze situatie komt. Ik denk als ik met een pistool op een andere persoon gericht ga en ze schieten. Dat mijn reflex niet meteen zou zijn om terug te schieten. Want toch, op een bepaald niveau ben je niet van plan die andere persoon te vermoorden. Je moet heel snel denken van, oh kut, ik ben geraakt, meteen terugschieten. Ik weet niet of je daarmee bezig bent. Ik denk als je die persoon, een andere persoon gewoon direct in zijn gezicht knal. Dat je best wel gewoon grote kansen hebt dat het gewoon allemaal prima moet lukken. Maar in ieder geval, die Stephen King films hebben dat heel vaak. Waar de fuck is mijn kit? En ik moet hem even wat aandacht geven. Hallo? Ga je ook via de zipline, schat? Ik heb geen idee waar dat beest is. Hij komt vanzelf wel weer een keer naar me toe of zo. Ik klim lekker over de daken. Noem me Zwarte Piet. Eyo. Noem me Zwarte Piet. Even kijken. Even een klein eitje geven. Oh, it sure loves to be stroked. I know, it sure does love to be stroked. En dan kan je je guess age doen. Dan kun je zien hoe lang het duurt voordat hij een volwassen kat wordt. 15 minutes, assuming you look after it. Nou, ik had bijna, als ik dat geweten, had ik even getimed dat tijdens deze video mijn kat een volwassen kat zou worden. Super verrast. Wow, wat cool. Doe een duimpje omhoog. Sowieso, al die shit. Ik heb ook wel een beetje het gevoel soms alsof mensen oude films, de klassiekers, overschatten. Als in dat mensen denken, oeh, dit is een oude film. Dus is hij per definitie beter dan films van nu. Toen de tijd was het een goede film, dus is het nu een ware klassieker, dus is hij nog steeds goed. Er zijn zeker een aantal oude films die nog steeds helemaal fantastisch zijn. Ik hou vooral van een tof concept, dus The Truman Show staat echt hoog op mijn lijstje met favoriete films. The Truman Show is gewoon amazing. Waarom ga ik hierheen? Ik vind het gewoon leuk om zo'n film ook verschillende dingen te doen in deze video's. Kan ik nog iets anders doen, pretty much? Is een beetje de vraag. Nee. Oh, je kan nou even gaan quest afmaken. Ik was bezig met Lost City. Ik had hier de Dramon Branch. Moet je daar even een knife tegen aanhouden. Maak je een, als het goed is, een Dramon Staff. It's really hungry. Oh, fuck. Dat betekent dat hij ieder moment weg gaat rennen. Geef hem kreeft. Ik heb toch genoeg. Ik ga die kreeft nooit zelf opmaken. En het verkopen aan winkeltjes. Ze geven er echt praktisch geen geld voor. Hè? Als niemand er geld voor krijgt, dan geef ik het wel gewoon letterlijk aan mijn kat. Ja, toch? Even kijken, we moeten even naar Lumbridge teleporteren. Dat is deze setje van runes. Hartstikke mooi. Wat ook heel fijn is trouwens aan de Games Necklace, is je kan meteen naar Wintertop toe. Daar wil ik binnenkort heel vaak heen, maar daar heb je warme kleding voor nodig. Ik ga even wachten tot het kerstevenement. Dan kan ik een volledige kerstman outfit krijgen. Dat telt als warme kleding. Meestal hebben die speciale feestdagen kleding heeft meestal geen nut. Maar dat het werkt als warme kleding is wel chill. We kunnen dus naar Birdtope Games Necklace, naar de Birdtope Games Room. Hier kun je soort rare spelletjes met elkaar spelen. Maar je kan ook meteen hier naar buiten en hier is dan meteen mijn Slayer Master. Ik wil eigenlijk naar een andere Slayer Master die iets betere taken geeft. Alleen, die is echt heel ver lopen. Fuck die shit. Dus we kunnen hier wel weer even gewoon Slayer taken halen. Mijn vorige Slayer taak was Goblins. Nou, die heb ik helemaal kapot gemaakt. Die ben 5 HP per stuk. Die one-hitje gewoon. Ik wil graag een iets betere assignment, Turiel. Maar ik weet eigenlijk wel dat ik al een betere persoon moet nemen dan jij. Het spijt me, dat krijgen we. 10 cave bugs. Godverdomme. Toch op oké, great klikken. Terwijl diep van binnen huil ik gewoon. Je kan meteen even die 10 cave bugs killen als je wilt. Dat ik gewoon de kelder hierin ren en even om je heen ga mappen. Nou, laten we even die quest afmaken. Lumbridge, wat fijn. Voor de rest hebben we er nog een heel genre van films. Zijn natuurlijk de superheldenfilms. Ik heb het nooit echt heel erg met de superheldenfilms. Sommige zijn wel echt heel vet. Infinity War heb ik keihard van gesnoept. Ik vond de nieuwe Spider-Man film. Ik heb het eigenlijk gezien. Ook zeer zeker de moeite waard. Maar sommige van die superheldenfilms zijn gewoon zo cliché. Oh, er is een probleem. Oh, vechten, actie, boom, boom, boom. Probleem opgelost. Het probleem met waarom met superheldenfilms, ik vind de actie vaak gewoon niet interessant. Ik vind de actie gewoon oprecht saai. Zeg maar, er wordt gewoon gevecht. Iedereen krijgt klappen in zijn gezicht. En uiteindelijk gaan ze toch niet dood. Weet je wel. Het is gewoon 10 minuten lang op elkaar inmappen in robotpakken. Ik had bijvoorbeeld met de derde Iron Man film. Wat de fuck gebeurde daar? Die hele grote battles op het einde boeit me nooit wat. Behalve in Infinity War, want daar gaan links en rechts karakters dood. Dat maakt het nog interessant. Ik wil een beetje, net zoals waarom ik Saw zo goed vind. Ik wil het gevoel hebben dat er wat op het spel staat. En zoveel superheldenfilms hebben dat gewoon niet. Gewoon een beetje rondmappen.
Het zal allemaal wel. Is dit het juiste hutje? Ik geloof het wel. Je moet deze staf aandoen. En dan hier naar binnen lopen. En dan teleporteer je naar het magische land van Zanaris. Nog een quest gehaald. Hier is een standbeeld van de Chicken Shrine. Als je daar een ei hebt gebruikt, geloof ik. Ligt er ook meteen naast. Dan kun je naar de lair van de Evil Chicken. Wat vroeger een random event was die je aanviel. Was dat het niet? Je kan in ieder geval hierheen. Je kan hierheen. Daar zit een geheime toverwereld achter. We zijn in ieder geval in het land van Zanaris. Het land van de veeën. En hier kun je twee quests doen. Gaan Fairy Tail Part 1 en Fairy Tail Part 2. Dat zijn goede quests die heel erg helpen met farming. Fairy Tail Part 1 geeft Secutors. Dat zijn een groene knipschaartje. En daar krijg je extra herbs mee. Dus die wil je eigenlijk wel heel graag hebben. En Fairy Tail Part 2 geeft je de Fairy Rings. Waarmee je met deze staf heel makkelijk de hele game door kan teleporteren. Wat ook fucking chill is. Dus dat zijn echt wel quests die je graag wilt doen. Alleen daarvoor moet ik eerst weer Nature Spirit doen. En dat is weer een bitch. Dus ja, het zal ook allemaal wel. Hartstikke idee. Ik probeer momenteel iedere dag wel even een questje te doen. Blijf gewoon een beetje bezig met je account. Blijf gewoon een beetje rondkutten. Voor de rest, mijn favoriete film is denk Django Unchained. Een hele vette actiefilm, maar ook best wel grappig. Leonardo DiCaprio zit er ook nog even in als een hele racistische gozer. Het plot is heel interessant. De muziek is fantastisch. Quentin Tarantino films, 100% aan te raden. Django Unchained is heerlijk. Maar mijn favoriete comedy is denk ik Hot Fuzz. Die film was zo hilarisch toen ik hem voor het eerst keek. Ik was zo in de war en het hele plot was zo abstract. Echt, alsjeblieft, hij staat op Netflix. Doe me een gunst. Kijk hem en laat even weten wat je ervan vindt. Het gaat over een politieagent die heel goed is. Maar dat vinden zijn collega's kut. Hij is gewoon te goed. Daardoor lijken alle andere politieagenten lui. Dus ze zeggen, weet je wat? We maken jouw hoofdagent. In praktisch Schagerbrug. Gewoon een heel klein kutdorpje in the middle of nowhere. Dus hij verveelt zich helemaal de pocketering. Gewoon een heel klein dorpje waar niks gebeurt. Of toch wel? En in één keer blij dat de hele stad vol zit met duistere geheimen. En heel veel rare shit. Het is van... Is het Edgar Wright? Ik geloof Edgar Wright. Er is iets genaamd de Cornetto Trilogy. Dat is die film. End of the World. En Shaun of the Dead. Dat zijn drie films waar in alle drie de films zit ergens een cornetto verstopt. En dat verbindt de drie films tot een trilogie. Ook dezelfde director die Baby Driver heeft gemaakt. Wat ook een hele leuke film is trouwens. Ik denk dat ik ongeveer een soort van verteld heb wat ik allemaal toffe films vond. Truman Show is een hele toffe oude film als je het daarover hebt. En Groundhog Day lijkt me een hele toffe oude film. Maar die moet ik nog steeds zien. Ik hou van films met een goed concept. En dan is de Truman Show. Blij dat je hele leven één grote setup is. En je hele leven is een televisieprogramma. Best interessant. En Groundhog Day is... Je herleeft dezelfde dag iedere keer opnieuw. Dat soort concepten vind ik helemaal fantastisch. En wat ik nog niet gedaan heb trouwens. Ik had dus die hele mooie ringetjes gemaakt en zo. Die ring of recoil. Die sapphire rings en zo. En die emerald rings. En die amulets. Die moet ik wel nog even enchanten natuurlijk. Is het een necklace? Ook goed. Je moet ze wel enchanten. Oké, dan moeten we even wat cosmic runes hebben. Wat heb je nog meer nodig? Wat air runes waarschijnlijk. Misschien wat water runes. Ik heb geen idee wat voor spreuken hier allemaal voor nodig heb. Oké, we kunnen level 1 enchant doen. Zo, we maken het dan meteen even af. We hebben een redelijk productief videootje gehad. Twee questen gehaald. De spoken only be cast on Sapphire Opal Amulets. Oh, ja, dat is voor Sapphire. Dus dan moet je even die doen. En die doen. Ik kan het ook doen met een staf aan, dan gebruik je geen runes. Maar dat scheelt echt zo weinig dat ik niet eens de moeite ga doen. Zo. En dan die even daarop. Kijk, we hebben fucking teleports voor deze. Boys! Volgende aflevering zie je me weer, ben ik waarschijnlijk tantoerijk. En ben ik eigenaar van mijn eigen dwarf cannon. Laat het weten of je deze aflevering leuk vindt. Ik kan waarschijnlijk nog heel lang kutten over welke films ik allemaal leuk vind. Superbad is trouwens ook een superleuke film. Dat is ook een beetje seks en drank humor. Maar het is echt een hele leuke film. En Michael Cera zit erin. En Michael Cera is een schatje. Ja, even kijken bij deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!